Hoe kan een muis een olifant in bedwang houden? Dat doet hij met behulp van natuurkunde, met de hefboomwet. Hefboomwet wordt ook wel eens de momentenwet genoemd. En daar gaan we het eerst over hebben. Wat is het moment van een kracht? Oké, het heeft te maken met draaien. Stel je voor, je hebt een balkje en we draaien er een schroefje in, mooi in het midden, zo, ja, vast. Dan kan zo'n ding gaan draaien. Want die schroef, dat is dan zijn draaipunt. En voor draaien heb je dus een draaipunt of draaias nodig. Nou, zo'n balk zal niet automatisch gaan bewegen en moet natuurlijk wel een kracht worden uitgeoefend. Ja, je moet gaan duwen. Dan kun je gaan duwen tot je een ontzicht, maar zo helpt het niet. Je kunt beter slimmer gaan duwen, namelijk een beetje meer naar de zijkant. Ja, oftewel, dat is wel een juiste kracht. Dat betekent dus dat de duwkracht, die moet een kracht zijn met een werklijn die niet door het draaipunt gaat. He, werklijn, dat weet je nog, dat is die denkbeeldige lijn waar de kracht op ligt. De afstand van de werklijn tot aan de draaias, dat wordt de arm van de kracht genoemd. Ja, dus die afstand is de arm. Als je dus zo doet, dan moet je wel behoorlijk grote kracht hebben, hè? Vlakbij het draaipunt. En als je verder van het draaipunt afgaat, dan volstaat een kleine kracht wel. Oftewel, een grote kracht vlakbij het draaipunt, en dat betekent dus dat het een kleine arm is, of wat verder weg, een kleinere kracht met een juiste grote arm. Nou, een kracht, werklijn, niet door het draaipunt, dat is een moment. Ja, het moment van een kracht geeft aan hoe makkelijk iets kan gaan draaien. Het symbool voor moment is niet al te moeilijk, hoofdletter M. En hoe kun je het moment berekenen? Dat heeft met kracht te maken, een grote kracht. Laat iets makkelijk draaien. Of een grote arm. Laat iets draaien. Dus het moment is kracht mal arm. Waarbij dus de arm in meters moet. De kracht natuurlijk in newtons. En dan krijg je M het moment in. Nou, het is kracht maal afstand. Dus newton maal meter. Oftewel newton meter. Zo, die kant op. En we gaan weer eventjes duwen. Ja, ik duw eerst even die kant op. Zo, ja, dan gaat hij dus die kant op. Dat is linksom. Of je kunt ook natuurlijk zeggen tegen de klok in. Of naar de andere kant toe. En dan gaat hij dus die kant op, rechtsom. Oftewel, het moment die heeft een richting. Ja, en dat kun je met min en plus doen. En wat min is of plus, dat doet er niet toe. Het gaat er vooral om dat het twee verschillende richtingen heeft. Of links of rechtsom. Of tegen de klok in of met de klok mee. En je kunt natuurlijk behalve duwen ook trekken. Ja, zo. Ja, en voor de rest is er niks mis mee. Alleen zo'n koord die kan natuurlijk ook wel eens, ja, in een hoekje zitten. En is dit nog steeds de arm? Is dit nog steeds de afstand tussen kracht en draaipunt? En het antwoord is nee. Wat is wel de arm? Dan moet je de werklijn tekenen. En dan pak je deze afstand. Je pakt de loodrechte afstand tussen werklijn en het draaipunt. Dat is de arm. Stel je voor, ja, je gaat hem zo trekken. Nou, wat gebeurt er dan? Als je hier de werklijn tekent, dan zie je dat de werklijn door het draaipunt gaat. Oftewel, de arm is nul. En dan kun je nog zo hard trekken. Het moment blijft ook altijd nul. Even een kleine oefening. Lees het even door. Probeer het eerst even zelf op te lossen. Oftewel, druk eerst even op pauze voordat je verder gaat bekijken en zien. Nou, eerst even onder A. Gevraagd het moment. Moment is F keer R. Is duidelijk 30 newton. Maal, en let op, maal 0,15. Je moet het wel in meters doen. En natuurlijk de eenheid newton meters. Het wordt heel vaak per ongeluk geschreven als newton per meter. Maar dat is niet zo. Newton maal meters. Onderdeel B begint hetzelfde.
Ja, moment is F keer R, maar gevraagd wordt nu F, dus herschrijf het eventjes als F is M gedeeld door R. En dan invullen 3,45 weer delen door 0,15 en je komt op 23 newton. Nou, we pakken het latje weer, schroefje weer en ik zet aan de ene kant er 250 gram op. Dan is er dus een kracht aan de rechterkant van, nou ja, zwaartekracht mkg, 0,25 in kilogram, maal 9,81. En het heeft een afstand tot aan het draaipunt en de arm hiervan even opmeten. Ah, 3,5 centimeter, even onthouden, arm 3,5 centimeter, zo. En er is dus een moment en hij gaat rechtsom of met de klok mee. Het moment is uitgerekend, zie je daar, 0,086 newtonmeters. Prachtig. Stel je voor, ik heb 100 gram en die wil ik ergens aan de linkerkant neerzetten, zodat er evenwicht is. Waar moet die worden neergezet? Nou, er is een kracht. En de kracht is voor 100 gram precies 0,981 newton. Het moment linksom moet gelijk wezen aan het moment rechtsom om er evenwicht te krijgen. Ja, maar dan is het precies tegengesteld. Het moment is F keer R. Voor F vul ik die 0,981 in en dan kan ik dus R berekenen. Want hoe groot is R dan? Nou, daar staat het al, 0,088 meter, oftewel 8,8 centimeter moet die zijn. Nou, eventjes weer opmeten. Eens kijken hoor, heb ik hem goed gedaan? Huppakee, en hij moet daar staan. Ja, let op, hè. Ik doe hier de 0 hier. Want ja, 8,8 centimeter, dat is dus van 7 tot 8,8. Dat is 8,8. En er is evenwicht. En dit noemen we de hefboomwet, wat we nu hebben gedaan. De hefboomwet zegt dat het voorwerp niet gaat draaien als het moment linksom is gelijk aan het moment rechtsom. Of moment tegen de klok in is gelijk aan het moment met de klok mee. Of iets dergelijks. Ja, je kunt dus het afkorten M links is M rechts. Of natuurlijk voor moment is F keer R. En dan heb je dus deze. Voor evenwicht hoeft het natuurlijk niet zo te zijn dat er precies links een gewichtje op moet komen te staan. Je kunt bijvoorbeeld ook aan de rechterkant met die 0,98 newton omhoog duwen. Nou, ook dat is nog steeds de momentumwet, dat de momenten tegengesteld zijn. Let op voor de hefboomwet dat bij het invullen je altijd R de arm in dezelfde eenheid wordt opgeschreven. Het hoeft niet beslist in meters. Ja, het mag best ook in centimeters als je met links en rechts hetzelfde doet. Ja, dus voor mijn part doe je in kilometers. Ja, en als je links en rechts de twee krachten, als het komt door zwaartekracht, hè, zoals in ons voorbeeld met de twee massa's, dan kun je in plaats van dat je voor de kracht mkg invult, mag je ook rechtstreeks m invullen. Want ja, je hebt links en rechts gewoon g en die vallen tegen elkaar weg. Nu heb je dus evenwicht. Maar is er evenwicht? Ik heb twee krachten naar beneden toe. En dat betekent dus dat er nog een andere kracht moet zijn om evenwicht te hebben. Er moet namelijk nog een kracht omhoog zijn die andere twee krachten tegenhoudt. Want dat is de eerste wet van Newton. De eerste wet van Newton is van, nou, als er geen beweging is, dan moet de resulterende kracht nul zijn. En dat betekent dus dat de twee krachten omhoog en omlaag gelijk moeten zijn. Dus er moet een kracht omhoog zijn die gelijk is aan die twee krachten. Oftewel, er moet een kracht wezen omhoog van 3,43 newton. En die is dan door het draaipunt, want de momenten die waren al nul. Dus je mag niet een extra moment erbij maken. En de kracht door het draaipunt heeft het moment nul. En dus nu is er echt evenwicht. Er is geen beweging, want de resulterende kracht is nul. En er is geen draaiing, want moment links
is moment rechts. Eén voorbeeldje voor de momentenwet. Stel je voor, je hebt een kist en om die open te krijgen heb je 300 newton nodig. Nu is er een hulpmiddel om hem open te krijgen, namelijk een breekijzer. En de vraag is, hoeveel newton heb je dan nodig? Nou, allereerst, de breekijzer gaat natuurlijk in feite draaien. En om welk punt draait zo'n breekijzer als je hem omhoog tilt? Nou, het draaipunt ligt dan daar. Hè? Want kijk, dit is het breekijzer zoals je omhoog wordt getild. Dus het breekijzer gaat omhoog om het draaipunt. En dat noem ik eventjes S. Nou, dat is allereerst het draaipunt. Daarna de krachten. Nou, welke krachten werken er op het breekijzer? Het meest voor de hand liggende is natuurlijk de spierkracht. Die oefen je op het uiteinde op. Dus dat noem ik even FSP van spierkracht. Dan zal de kist hem tegen willen houden. Ja, het deksel die duwt tegen het breekijzer aan. En dat is daar. Ja, de kracht van het deksel op het breekijzer. Zo, ja, dat noem ik eventjes FD van duw. Ja, het duwt tegen het breekijzer aan. En je hebt nog een andere kracht. Hè, en dat is de kracht van de kist op het draaipunt. Maar die doet niet mee voor het moment. Want die kracht gaat door het draaipunt heen. En krachten door het draaipunt heen hebben een arm van 0. Hebben dus een moment van 0. En hoe groot zijn de momenten? Dan heb ik natuurlijk nodig de armen. Nou, wat zijn de armen van al deze krachten? Nou, eventjes de geodriehoek erbij. Zo, en eventjes meten hoe groot die armen zijn. Dat is dan 1,1 centimeter en dat is 6,0 centimeter. Let op, in werkelijkheid is het misschien groter, maar het gaat echt om verhoudingen. Dus dit is op zich voldoende. Dan passen we de hefboomwet toe. Oftewel, wat was de hefboomwet ook alweer? Moment links is moment rechts. En dat betekent dus dat F keer R van het een moet gelijk wezen aan F keer D, F keer R van het ander. Invullen. En het enige wat ik niet weet is de kracht die ik op de breekijzer moet uitoefenen door mijn spieren. En die kan ik nu uitrekenen en die is 55 newton. Nou, dus conclusie. 300 newton was nodig en met behulp van een breekijzer heb ik slechts 55 newton nodig. Dat is toch weer mooi meegenomen. Een rood vierkant. Wat doen we daar weer mee? Nou, zo'n rood vierkant heeft massa. En dus zal er zwaartekracht op werken. En zwaartekracht werkt op het hele voorwerp. Maar we tekenen hem vanuit het zwaartepunt. Ja, dat is een aangrijppunt. En het zwaartepunt kan zo'n ding natuurlijk laten bewegen of laten kantelen. En dat is bijvoorbeeld ook voor een rond voorwerp. Ja, zit het zwaartepunt ook keurig in het midden. Dat is meestal zo. Maar voor voorwerpen die niet zo mooi symmetrisch zijn, bijvoorbeeld deze. Ja, hier is de massa er een beetje buiten. Ja, dat komt omdat de massa er zo omheen zit. Ja, dan krijg je dus dat het zwaartepunt zit buiten het voorwerp zelf. En zwaartekracht werkt dus vanuit dat punt. Nou, zo'n ding kan kantelen. Ne? Maar er moet natuurlijk wel ergens opstaan om te kunnen kantelen. Anders dan gaat het gewoon zo recht naar beneden toe. Vandaar dus een tafel waar ik zo'n voorwerp op kan zetten. Bijvoorbeeld, we starten met het vierkant op de tafel. Belangrijk is, waar steunt het op? En dat zie je hier dus met het gele vlakje. Ja? Dit is zijn steunvlak. En als het zwaartepunt nu boven het steunvlak zit, en je ziet ik heb eventjes de werklijn van de zwaartekracht getekend, dan is er evenwicht. Nou, hier dus duidelijk niet. Ja, dat ding zal inderdaad kantelen en pop, op de grond vallen. Anders is het als het boven het zwaartepunt boven het ondersteuningsvlak zit, dan is er wel evenwicht. En dat geldt natuurlijk ook voor al die andere zaken. Ja, deze hier. Ja, een heel klein steunvlakje en het zwaartepunt zit er naast. Ja, wil je evenwicht hebben, dan moet je een klein stukje die kant op doen. Een speciaal geval is weer deze. Want in dit geval, het ondersteuningsvlak is dat stukje. En je ziet dat het zwaartepunt
wel boven de tafel zit, maar niet boven het ondersteuningsvlak. Dus dan zal hij toch gaan kantelen. Je kunt het oplossen door in dit geval, ja, daar is het ondersteuningsvlak weer. Nu is er natuurlijk duidelijk geen evenwicht. Maar we pakken er even een tweede tafel bij. Zo, en heb je dus wel evenwicht, ondanks dat het zwaartepunt niet boven het steunvlak zit. We moeten dan ook niet echt het ondersteuningsvlak hebben, maar het gebied tussen ondersteuningsvlakken, als er meerdere zijn. Ja? Dus er is evenwicht als het zwaartepunt zich boven het ondersteuningsvlak bevindt. En het ondersteuningsvlak moet je dus een beetje ruim denken, ja, alles tussen ondersteuningsvlakken. Nou, kijk, hier heb je een prachtig voorbeeld. Ja, je weet er is evenwicht, althans, daar gaan we wel even vanuit natuurlijk. En dus is het zwaartepunt van deze dame ergens in dit gebied. Want het moet zich boven het ondersteuningsvlak bevinden. Evenwicht en momenten komen ook vaak voor het menselijk lichaam. Bijvoorbeeld in dit geval, iemand heeft een bowlingbal in zijn hand. En vlak voordat je hem weg gaat gooien, moet er natuurlijk wel evenwicht zijn. En dat is wel nodig, want er is een zwaartekracht en die wil de arm graag die kant opdraaien. Zo, rond het draaipunt. Het draaipunt zit in zijn elleboog en wil dus zo gaan draaien. Betekent dus dat er een kracht moet zijn die hem tegenhoudt en dat is de spierkracht. Ja, daarvoor heb je die biceps. Nou, we kijken eventjes hoe het met de momenten zit. Stel je voor, een bowlingbal is 1,5 kilogram. Dat klopt trouwens wel aardig. Dan heb je dus een zwaartekracht. Zwaartekracht kun je berekenen met mkg en daar staat hij al, 14,7 newton. Wat is de arm van de zwaartekracht? Nou, dat is deze afstand. Dus de loodrechte afstand van kracht tot aan draaipunt. Nou, pakken we even ons geodriehoek. Zo, en even opmeten. En dan krijg je dus dat het ongeveer precies 7,3 centimeter is. Oké. De vallende kracht is spierkracht. En wat is daar de arm van? Nou, let op dat je niet zegt van, oh, dit is de arm, deze afstand. Dat is ongeveer, nou, pak een beet, 1,5 centimeter. Nee, want je moet nemen de loodrechte afstand. Oftewel, dat is deze afstand. Ja, en dan opmeten en dan krijg ik dat het ongeveer 1,8 centimeter is. Als arm. Nou, nu weet ik dus de zwaartekracht en de armen van. Van de spierkracht weet ik de arm. Als er evenwicht is, dan geldt de hefboomwet, oftewel moment links is moment rechts. Moment links is de spierkracht keer de arm. En moment rechts is de zwaartekracht maal de arm. Invullen en je krijgt dat je spierkracht hebt van 60 newton. Je ziet dus dat de spierkracht behoorlijk groter moet zijn dan de zwaartekracht. En dat komt omdat die arm van de spierkracht veel kleiner is dan de arm van de zwaartekracht. Die muis houdt de olifant nog steeds in evenwicht, maar daar weet de olifant wel wat op. Ah, dat is niet zo slim. We stoppen ermee. Tot ziens, tot horens.